Het aantal gras- en vuilbranden heeft de afgelopen weken een bijzondere piek bereikt, bevestigt brandweervoorlichter Alten Pinas in gesprek met de redactie. De functionaris geeft aan dat de brandweer het de afgelopen dagen bijzonder moeilijk heeft gehad met bluswerkzaamheden en voorzorgsmaatregelen. Het was zodanig dat nadat alle voertuigen in Paramaribo en omgeving waren uitgerukt, we een wachtlijst hadden van 100 zoveel gevallen die aangedaan moesten worden. En onlangs nog hadden we afgelopen zondag hadden we 83 gevallen geregistreerd. Dat was binnen 24 uur? Ja, binnen 24 uur. En je begrijpt, we hebben niet zoveel voertuigen om alle gevallen tegelijk aan te doen. Dus het was hard werken voor de brandweer. Pinas geeft verder aan dat de brand aan de Duisburglaan, waarbij twee houtzagerijen in de as werden gelegd, de brandweer bijzonder veel moeite heeft gekost om onder controle te krijgen. En op een paar plekken is brand gestegen door kwaadwilligen met het noodlottig gevolg. En als we ook kijken naar het aantal brandhaarden, er zijn een aantal hopen hier met houtblokken. En zelf verschillende hopen brandjes aangemaakt, waarbij duidelijk sprake is van brandstichting. Ja, het heeft ons in totaal 6 dagen geduurd. Gisteren was 16 en de brand is gesticht op 10 oktober, maar rondag. Het heeft ons in totaal 6 dagen geduurd. 6 maal 24 uur lang hebben we gewerkt om dit zaakje helemaal voor elkaar te krijgen. De brandweervoorlichter adviseert dat de gemeenschap tijdens deze hete dagen liever geen vuil verbrandt. Zaken moeten niet onderschat worden, omdat de rookontwikkeling los van vuur veel problemen kan veroorzaken.